De bond van leraren mag niet gepolitiseerd worden. Dit is de reactie van de gewezen BVL-voorzitter Wilgo Valies op de stap van de huidige voorzitter Reshma Mangre om zich aan te sluiten bij een politieke partij. Volgens Valies heeft hij er altijd op gewezen dat politiek buiten de deur van de vakorganisatie gehouden moet worden. Mevrouw Mangre was daarvan op de hoogte en heeft daar ook een bijdrage aan geleverd, benadrukt Valies. Volgens hem geldt deze ongeschreven regel ook voor de Alliantie van Leerkrachten in Suriname, de ALS. Wat we zien is dat zij dus de weg die wij altijd hebben bestreden, dat zij nu diezelfde weg opgaat. En ik vind dat deze fundamentele uitgangspunten van de beide organisaties, dat ze daaraan voorbij gaat. Wij hebben in de afgelopen periode samen ook kunnen vaststellen dat de heer Hooghaart eigenlijk als vakbondsman en tegelijkertijd als politicus die twee zaken juist heeft doen samengaan met alle nadelige consequenties voor de werkers. Ja? Wij hebben in de afgelopen periode meegemaakt dat wanneer het gaat om arbeidsrechten waarvoor de mensen opkomen, dat onder andere de heer Hooghaart zich daarvoor niet heeft, daarvoor heeft ingezet. Toch? Omdat op het moment dat hij dat zou doen, zou hij in conflict raken met zijn partij, in dit geval de NDP. En vandaar dat hij dus op geen enkele wijze stappen heeft ondernomen tegen de regering, acties heeft vervoerd tegen de regering. Valies verduidelijkt dat hij geen moeite heeft met de stap die Mangre heeft gemaakt. Hij is ook niet ontstemd over haar politieke keus. Valies zegt dat hij eerst een functie als vakbondsleider heeft neergelegd en daarna voor de NPS heeft gekozen. Hij beseft dat alle leden affiniteit hebben met een politieke organisatie. Valies vindt het dan ook jammer dat Mangre aanblijft als voorzitter terwijl ze een politieke stap heeft gemaakt. Ten aanzien van de ontevreden bestuursleden zegt Valies zich daarmee niet in te laten. Jugo binnen die organisatie zelf, dat moeten ze zelf oplossen en daar ga ik me niet in laten. Toch? Alleen vind ik het jammer dat door die hele Jugo er twee kampen zijn ontstaan binnen onze organisatie. En dat moeten we te alle tijden voorkomen. Dus ik hoop in elk geval dat de leden moeten beseffen dat er, als we kijken naar deze twee organisaties, de Bond van Leraren en de ALS, dat deze organisaties in de afgelopen periode, dat ze zich hebben ingezet voor de werkers en ervoor gezorgd heeft dat er inderdaad verbeteringen zijn gebracht in de positie van de werkers. En dat zo moet het ook blijven. Valies benadrukt dat de werkgever zal lachen wanneer gemerkt wordt dat er jugu-jugu is binnen de organisatie. De gewezen vakbondsleider zegt eigenlijk klaar te zijn met de vakbond, maar de BVL en ALS blijven toch zijn baby's waarover hij zich zorgen maakt. Maar de leerkrachten zullen dit zelf moeten oplossen, benadrukt hij.